Welkom terug, daar zijn we weer vandaag met trendwatcher Vincent Evers. Vincent, we hebben het over post-corona. We hadden het er net al even op. Is het eigenlijk wel post-corona? Maar buiten het antwoord op die vraag, hoe begon corona voor jou? En was jij een beetje digitaal toegerust op die situatie? Nou ja, wat het natuurlijk weer was, ik had 150 afspraken om ergens op een toneeltje te staan en een verhaal te houden over elektrisch rijden, over blockchain, over bitcoins, over digitale technieken, artificial intelligence. En toen was alles dicht. En dus van de ene moment op het andere waren ook alle evenementen afgesloten. En toen ben ik dus inderdaad, toen moest ik mezelf opnieuw uitvinden. En toen heb ik eigenlijk heel veel webinars gedaan. Want ik was natuurlijk op zoek heel erg van, wat is dat corona? Hoe verspreidt het zich? Waar kunnen we nou die protection material van maken? De testen, de medicijnen. Dus ik heb toen elke week ben ik met Charles Groenhuizen een webinar gaan doen over dat issue. En met Maurice de Hond heb ik ook een webinar gedaan over de cijfers. Dus toen heb ik honderden webinars gedaan. Dus ik heb me digitaal helemaal opnieuw uitgevonden. En daarna ben ik het ook voor bedrijven gaan doen. Dus, was dat een moeilijke stap voor jou om gelijk in die modus te schieten of kostte dat even tijd? Ja, je zit opeens thuis en dan en je hebt geen businessmodel meer, je hebt iets nieuws. Dus, maar aan de andere kant gebeurde natuurlijk zoveel dat super interessant was. Dus ja, never spoil a good crisis. Ik had gewoon alle kans om mezelf weer opnieuw uit te vinden. Dus dat vond ik wel heel erg tof. Dus we gaan het vandaag over kansen hebben. Neem ons mee in je verhaal, Vincent. Ja, het post-corona, dames en heren. We zijn post-corona bij T-Mobile. Maar in ieder geval, wat is daarmee gebeurd? Ik wil eerst even vragen allemaal of jullie gewoon even met mij mee willen doen. Want ik wil jullie ook leren kennen. En dat betekent gewoon heel veel vragen stellen in de chat. En ook even je mobiele telefoon erbij pakken en eventjes de ding scannen. Of gewoon even naar de browser gaan en intypen vincent.squiffer.com. En dat Squiffer, dat is weer zo bizar geschreven, squiffer.com. En op alle slides kun je die QR-code even, zeg maar, scannen. Goed, wat heb ik te melden in het komende uur? Nou, dat ligt eraan jullie. Maar in principe gaan we het hebben over van, oké. Wie ben ik en waarom praat ik hierover? Dat is dan mijn passie en wat kun je nou eigenlijk vertrouwen van mij? Wie zijn jullie en wat zijn jullie grootste issues op dit ogenblik? En dan gaan we het eigenlijk over het leven is digitaal nu met post-corona. Digitaal is gewoon ongelooflijk belangrijk. En hoe maak je nou je digitale basics? Je website, je webshop, je nieuwsbrief. Hoe ga je om met bestaande klanten? Hoe segmenteer je ze? Hoe automatiseer je die interactie zoveel mogelijk? En hey, waar halen we onze nieuwe klanten eigenlijk vandaan? Nou, en dan gaan we heel erg, heel veel overgangen zijn er, want Google was altijd dominant, Facebook is het nu heel erg, Insta voor sommige mensen, daar moet je dan eigenlijk rekening mee houden en daar moet je mee om kunnen gaan. En natuurlijk is het ook heel belangrijk social media, want dat gaat eigenlijk om dat mensen gewoon enthousiast over je zijn. Wie zijn jouw ambassadeurs en hoe kun je ze zover krijgen dat zij voor jou aan het werk gaan? En dan het thuiswerken. God, wat was dat leuk dat we gewoon 24 uur per dag gewoon thuis waren en dat we 8 uur in een videocall waren. Nou, wat voor tools heb je ermee? Wat zijn de lessons learned? Hoe ga je daarmee om? Ik heb nog wat leuke tooltjes meegenomen. Hè, van eigenlijk wat ik vind dat iedereen gewoon nu tegenwoordig moet hebben en dat is een greenscreen en een goede microfoon. Want geluid is het allerbelangrijkste bij videobellen en anders word je helemaal gek. Dus daar gaan we het over hebben. En dan ga ik nog eventjes een beetje praten over, ja, hey, dat... Wat voor tooltjes gebruiken we nou in het dagelijks leven? Moeten we nou met Microsoft in zee? Moeten we met Google in zee? En ook nog even wat dingen over de hardware. De telefoons en de computers. Wat kies je nou eigenlijk? Wat is handig? En ook hey, dat wifi dat je altijd gewoon ongelooflijk irriteert, dat kan nu eigenlijk gewoon opgelost worden. Dus dat zijn een paar dingen waar ik het over ga hebben. Jullie zijn even bezig met Squiffer, Squiffer, vincent.squiffer.com, zodat ik jullie wat vragen kan stellen. Maar eerst eventjes over mezelf. Ik was altijd al geïnteresseerd in techniek en techniek heeft mij ook al gewoon meteen alweer, zeg maar, voor rare keuzes gesteld. Ik was eerst bezig met het repareren van tv's, die kocht ik voor weinig, die repareerde ik en daarna zette ik advertenties en verkocht ik ze voor 100 gulden. En ik was de rijkste 10-jarige jongen, zeg maar, die er toen was. Opeens kon ik niks meer, want toen kwamen de transistors en de IC's en deze apparaten, daar zaten allemaal rare dingen in met blokjes, begreep ik helemaal niks van. En mijn technische kennis was weer helemaal nul. En toen moest ik naar experts. En toen ging ik op een gegeven moment ook gewoon met mensen van de universiteit praten die alles echt wel daarvan wisten. Dus ja, ene moment weet je veel met techniek en de volgende moment ben je volkomen nutteloos. Nou, ik heb een brede interesse, dus ik heb natuurkunde gestudeerd en daarna politicologie. Ik wilde altijd weten hoe het met macht in zat. En daarna bedrijfskunde en ook economie. En toen heb ik een bedrijf gestart. En het eerste bedrijf wat ik deed was pc's installeren, netwerken installeren, automatisering doen voor bedrijven. En daar heb ik heel veel van geleerd.
Maar ik heb ook industriële automatisering gedaan. Ik heb automatische magazijnsystemen gemaakt. En voor oude hand grote weegschalen systemen in die industriële wereld. Want automatisering gaat steeds dieper. Eerst helpt het jou, maar nu zit het gewoon overal verstopt. En nu zit het bijvoorbeeld mijn auto. Ik ben helemaal dol op elektrische auto's. Ja, dat zijn geen vroom vroom dingen meer. Dat zijn gewoon computers op wielen die ook inderdaad nog bewegen. Die maken het heel anders. Dus wat dat betreft, producten zijn nu veel belangrijker dankzij de software die erin zit. En daar heb ik ook wat geleerd. Wij maakten bijvoorbeeld automatisch magazijn in 1990. Nou, daarna gebeurde er 20 jaar niks, want wij waren veel te vroeg. En nu zie je dat Amazon gewoon 75.000 computers heeft en 170.000 jobs veranderen. En dat eigenlijk voordat nieuwe techniek echt overal gebruikt wordt, ben je gewoon zo 15, 20 jaar verder. Je hoeft ook niet de eerste te zijn. Je moet gewoon ermee met techniek gaan werken op het moment dat het nuttig is. En wat ik nu vandaag ga behandelen, is gewoon nu op dit ogenblik nuttig. Ik heb ook een CRM-pakket gemaakt, dat je een beetje weet wie je klanten zijn, weet wie je ambassadeurs zijn, weten de mensen die enthousiast over je zijn, degene die nooit iets met je doen. Dat heet Perfect View, dat gebruik ik ook nog een paar honderdduizend mensen. En ik heb in Amerika een document management bedrijf opgericht. Software in Rusland gemaakt. Dus ik weet ook heel veel van softwareontwikkeling en hoe moeilijk dat is en hoe lang dat duurt. En dat bedrijf dat draait nog als een trein. Toen ben ik eigenlijk gaan lullen over dingen. Ik ben een bek op poten geworden. En ik heb onder andere Media Plaza opgericht. En toen gingen wij het hele bedrijfsleven, maar ook de overheid vertellen, wat is nou eigenlijk de rol van internet? En wat is nu de rol van, en dat ging dan verder, wat is de rol van mobiel? Wat is de rol van AI? De rol van big data? Toen moest ik elke dag 5 presentaties geven. Dat heb ik heel veel gedaan, dus toen ben ik eigenlijk een trendwatcher geworden en een presentator. Nou, en nu heb ik dus een digital footprint die dus weer compleet veranderd is. Ik doe heel veel webinars, honderden webinars, en dan is natuurlijk mijn website gewoon ongelooflijk belangrijk. En daar praten we op dit ogenblik dus zeg maar eventjes over. Nou, ik doe dus met Charles Groenhuizen doe ik wekelijks een webinar. En dat is wel grappig, dan heb je gewoon, we zitten allemaal thuis, je hebt een online tool, je drukt op de knop, je start het webinar. Nou, en je hebt gewoon zo 500 tot 1000 mensen. En dat is echt met alle onderwerpen, die is echt ongelooflijk hoe interessant mensen dat vinden en hoe interactief ze zijn. En dan via die belangstelling en die aandacht die je krijgt, kun je dus gewoon maar mensen in nieuwe klanten krijgen. Hier praten we bijvoorbeeld met 2 mensen van het OMT over het belang van testen en hoe betrouwbaar die PCR-testen waren. Dat was zeg maar vorig jaar. En met Maurice de Hond praat, die echt nog toevallig, gisteren was Nieuwsuur over jongens. Dat virus gaat via aerosolen, een beetje een soort rook wat van de ene naar de andere persoon gaat. Nou, daar praatte hij vorig jaar maart over. Hij kreeg nooit gelijk van het RIVM en nu was het gisteren op Nieuwsuur. Echt, het is ongelooflijk hoe lang dat duurt. Nou, heel interessant om dat eigenlijk mee te maken. Nou, hoe gaat het met jullie? Is het gelukt met vincent.squiffer.com? Want dan ga ik daar eens even naar vragen hoe dat zit. Ik wil eerst eventjes een beetje weten van hoe groot is jullie bedrijf op dit ogenblik? Kun je er maar eens even antwoord op geven? Praat ik met bedrijven die groot zijn, klein zijn? Zeg het maar. Want we gaan er een beetje vanuit dat jullie van ZZP'er tot 20 mensen zijn. En geef er maar eens even wat. Ja, heel goed. Ik doe 100. Oh, we hebben ook nog een beetje van mensen met grote bedrijven. Hartstikke mooi. Dan, hoe digitaal is jouw bedrijf? Ben je echt gewoon een super expert? Of ben je gewoon net aan het begonnen? Of vind je het best wel redelijk wat je doet? Oh, dat is aardig vervuld. Oh, jezus, wat een mooie gelijkheid. Is je digitale bedrijf gericht op de PC of op de smartphone? Zeg jij PC first en ik doe ook als jullie mobiel. Of is mobiel gewoon de standaard? Want dat is echt gewoon heel interessant. 85% van alle interacties met klanten begint op je mobiel. De PC is nog wel belangrijk met orders en met complexere dingen, maar de mobiel, we leven gewoon in een mobiele wereld en daar moet je gewoon rekening mee houden. Dan is mijn vraag, wat is je grootste digitale uitdaging? Zit dat in nieuwe klanten vinden, bestaande klanten vinden? Zit het in je hardware, zit het in je software? Ben je benieuwd naar je webshop, hoe dat zit? Heel mooi. Dat is inderdaad aardig om te zien. Even zien. En dan hier de webshop. Ja, ik zie dat jullie aardig daarmee bezig zijn. Hartstikke goed. En dan heb ik nog, waar wil je meer over weten vandaag? Dat is dus even, mag je gewoon eventjes invoeren. Wat voor dingen vind je interessant? Wat vind je leuk? Even kijken. Hier zegt iemand dit. Wifi. Heel goed.
We hebben aardig wat vragen. Dan kan ik een beetje zien van, ik wil webshops, online vergaderen, hardware gadgets, Microsoft, wifi, hoe zie ik, of fake news is. Heel mooi, daar heb ik een hartstikke leuke website voor. TheFactClub.nl, toevallig net opgericht, daar testen wij of nieuws iets is. Retail 2.0, webinars organiseren. Organiseren van Zoom-sessies. Nou, dat geeft mij een beetje een idee. Hartstikke mooi. Goed. Vincent, ik zag in die resultaten staan een hoog percentage bij nieuwe klanten zoeken. Hoe vertelde jij dat toen jij vorig jaar begon en al die webinars weg waren? Boorde jij je bestaande netwerk in en nam je die mee in digitalisering? Of heb je ook echt gelijk die stap gemaakt, nieuwe middelen inzetten voor nieuwe klanten? Ja, dat was het echt wel. Ik dacht dat ik helemaal on top of the world was, want ik was allemaal webinars aan het organiseren en ik had gewoon soms 10.000 mensen die keken, 5.000 mensen die keken, 2.000 mensen die keken. Ik had heel veel mensen en elke week deed ik vreselijk veel webinars. Dus wat dacht ik? Mensen gaan mij uitnodigen om een webinar te doen. Niets is minder waar. Want de mensen die keken, die waren wel geïnteresseerd in al die onderwerpen, maar die organiseerden zelf geen webinars. Dus ik moest eigenlijk op een hele andere manier, via, naar de mensen bijvoorbeeld die wel mijn presentatie hadden afgenomen. Daar moest ik mee gaan communiceren, zeg maar. Hé, al je evenementen zijn afgelast. En dan moest ik dan helemaal stap voor stap laten zien dat ik, ik kan de techniek voor je doen. Ik kan een studio meenemen. We kunnen het ook thuis doen. Ik kan je helpen met de voorbereiding. Ik moest, dus niet, dat ging helemaal niet makkelijk. Vroeger werd ik altijd gebeld voor presentaties, maar toen belde niemand mij, want ik was niet een webinarman, ik was een trendwatcher. Ja. Dus ik moest echt iets heel anders gaan doen. Dus was de eerste 6 maanden had ik ook 0 opdrachten. Dat begon eigenlijk pas in augustus. Proactief en nagaan vanuit je bestaande business, waar kan ik die eventueel neerleggen bij klanten en hoe help ik ze om samen inderdaad een succes neer te zetten? Ja, wat is nou het grootste probleem wat we altijd hebben, is we gaan altijd vertellen, ik doe dit. Ik doe dat. Ik kan dit voor je doen. Ik kan dat voor je doen. En wat je moet doen is van, wat is nou het probleem van mensen die nou op dit ogenblik geen evenementen meer organiseren? Hoe kan ik die nou eigenlijk helpen? En dat gaat voortdurend. Als bedrijf ben je nogal erg gericht op wie ben ik en wat doen we nou eigenlijk? En dat moet ik aan iedereen vertellen. En als ik dan maar vertel wat ik dan doe, dan komen ze allemaal wel. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dat is ook met kinderen. Als je zegt, hey, papa gaat even vertellen over wat voor leuke dingen papa doet. Nou, papa is volledig oninteressant. Je moet dat compleet vertalen naar wat je kinderen leuk vinden. Want anders vinden ze de saaiste, meest ongeïnspireerde persoon aller tijden. Klinkt wel als veel maatwerk. Maar je moet nadenken vanuit die andere kant. Je moet ook bij je partner, moet je ook altijd gewoon praten van, waarom is ze boos op mij? Of waarom is ze gestrest? Waarom laat ze niet van zich horen? Ja, en dan moet je niet gaan zeggen, ach, rustig, het valt reuze mee. Nee, je moet vanuit de andere persoon leren kennen. Bij alles wat je doet. En dat gaat bij klanten, voor je relatie, bij je kinderen. Mensen heb je alleen maar contact mee als jij begrijpt waar zij vandaan komen. Dus dat is de eerste les. Goed, verder is de tweede les dan, digitaal is het nieuwe normaal. Dat was het natuurlijk al, maar jezus mina, wat is dat hard gegaan. Ik sprak met Wiebe Draaier, en dat is dan een klein bedrijfje, die heeft de Rabobank. En die hadden 4.000 mensen die wel eens thuis werkten. Binnen één weekend 24.000 mensen die alleen maar thuis werkten. In een ziekenhuis deden 20 mensen per dag deze online consult. En dat ging naar 4.000 mensen per dag. Toen die ziekenhuizen gewoon afgesloten werden. Het was een ongelofelijke, het was een fantastische wake-up call dat iedereen gewoon online moest werken. En voor mij was het niet zo dat ik niet gewend was om online te werken. Maar voor mij was het wennen dat iedereen opeens gewoon online ging werken en dat er een hele andere diensten voor nodig waren. Dus dat is dan echt interessant om naar te kijken. Het tweede, ik heb het al gezegd, jongens, mobiel. En oh ja, dat ding wat hij daar heeft, die pc, zeg maar, die moet je dan ook nog gewoon ondersteunen. Maar mobiel is alles. Wij pakken 256 keer per dag pakken we dat ding op. En mijn kinderen nog het dubbele. Maar elke keer als je iets interessants hebt, dan begin je op je mobiel even iets in te typen en te kijken wat er aan de hand is. En je zit in de vrije tijd, zit je gewoon lekker in die social media te praten. En dat geldt voor business, en dat geldt voor jong, en dat geldt voor oud. En dat is, zeg maar, mobiel moet je centraal zijn. Dus ook alles wat je eerst gaat uitproberen, als je over toeltjes praat en websites en nieuwsbrieven, alles eerst mobiel. En daarna ga je ook nog eens even op de desktop kijken. En dat is meestal op dit ogenblik nog andersom. Want de orders komen nog vaak via die desktop binnen. Maar dat is echt gewoon, dat is het laatste stukje. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Dus dat is nog even een punt die ik even wilde maken. Goed. Je moet een digitale basis hebben.
En die basis is niet Facebook. En die basis is niet LinkedIn. En die basis is niet Twitter. Dat is je eigen basis moet je hebben. Je moet een base station hebben waar mensen naartoe komen. Dat is echt heel erg belangrijk. Dus en waaruit bestaat dat? Dat bestaat enerzijds gewoon uit een website. Een leuke website die regelmatig verandert. Websites die niet regelmatig veranderen, die zijn dood. Daar komt Google nooit meer. En dan krijg je een grote waarschuwing erboven. Dat deze website is dood. Dus je moet echt een website minimaal 1 keer per week veranderen. Een website moet ook zo makkelijk zijn dat je hem ook gewoon net zo makkelijk kan veranderen als je dat je een Word-file, dat je een documentje intypt of dat je een e-mailtje moet. Zo makkelijk moet het zijn. En mensen moeten ook gewoon voortdurend gestimuleerd worden om daarheen te gaan, om daar reviews op te geven, om daar iets van te krijgen, om daar iets interessants van te krijgen. Dus je moet die website hebben. Verder, voor de bestaande klanten moet je de nieuwsbrief hebben. Daar gaan we ook verder over praten. En hier zie je bijvoorbeeld, ik doe nou wekelijks een nieuwsbrief, die zie je rechtsonder komen. En nou, waar ben ik nou deze week weer enthousiast over? Elektrisch vliegen. Ik heb voor de eerste keer elektrisch gevlogen. En je bent wist er nog? Dat kon? Nee. Ik heb er wel van gehoord, kleine voertuigen voornamelijk. Kleine vliegtuigjes. Ja, dit vliegtuig, wat ik dus hier waar een videootje van heb, dat kan een uur vliegen. Kost 2 euro aan elektriciteitskosten, kan een uur vliegen en 160 kilometer verder weg. En dat is nou op dit ogenblik het enige vliegtuig wat goedgekeurd is in Nederland. Over 2 jaar komt degene die 2,5 uur kan vliegen en die naar Parijs kan vliegen heen en weer. Het kost dan 6 euro om naar Parijs heen en weer te vliegen. Het is echt nog veel zuiniger dan gewoon een auto. En dan komt daarna het 10-passagiersvliegtuig. En over 10 jaar zijn de helft van de regionale vluchten, die zijn zeg maar via elektrisch vliegen. En die zijn stil, die zijn 5 keer zo efficiënt als gewone vliegtuigen. Die hebben ook heel veel minder onderhoud nodig. Dus daar vertel ik dan in mijn nieuwsbrief van. En dat vonden mensen hartstikke leuk om daarover te praten. Dus dat staat dan een van de dingen die in mijn nieuwsbrief. Een nieuwsbrief is gewoon belangrijk voor mensen die jou kennen en met wie je contact mag maken. Dan natuurlijk als je iets wil verkopen en je hebt een productenbedrijf, dan moet je een webshopje hebben. Je kunt je niet meer veroorloven om maar gewoon een formuliertje te hebben dat mensen maar moeten bellen. Je moet gewoon een webshopje hebben. En dat is ook tegenwoordig ook helemaal niet moeilijk meer. Voor een paar tientjes kun je dat gewoon doen. En bijvoorbeeld dan ook belangrijk is dat je die webshop dan ook op Facebook en op de plekken zijn waar jouw mensen zijn. Als je mensen op Insta zijn, dan komen ze op Insta. Überhaupt moet je weten, waar zijn mijn mensen mee bezig? Waar zijn mijn klanten mee bezig? Waar hangen ze uit? Heel belangrijk. En je moet natuurlijk op social media zijn. Op LinkedIn, op Twitter, op Facebook en op Insta. Goed, eerst even over een website. Hoe kom je nou aan een website? Nou, dat kun je heel complex doen en heel ingewikkeld en heel duur. Een website, hè? Dat kan van T-Mobile, kost gewoon tientallen miljoenen. En aan de andere kant kan het gewoon voor helemaal niks zijn. Nou, de 42% van alle websites die worden gebouwd met WordPress. Een gratis tool, open source, kun je gewoon downloaden. Maar je kunt ook naar wordpress.com gaan, kun je een gratis website beginnen. Naampje verzinnen, URL'tje verzinnen. En dan kun je een thema klikken en dan kun je echt binnen 10 minuten heb je eigen eerste website gedaan. Maar dat moet je natuurlijk, die moet er een beetje mooi uitzien en die moet vooral passen bij wat de problemen van de klanten zijn. Wat hebben die mensen nou voor problemen? Willen ze een dienst afnemen? Willen ze een product afnemen? Hebben ze gewoon een probleem waar een product een oplossing voor is? Problemen van de klant. Jij moet gewoon oefenen en zet dat maar eens even in de chat. Wat is jouw probleem? Wat is het probleem van jouw klant? We proberen eens even te zeggen waar jij je nou op focust. Want focus is daar het ontzettend belangrijkste in. Nou goed, daar kun je dus een website omheen bouwen. Problemen van je klant. Niet over jouw aanbod, niet over jouw producten. De problemen van de klant. En dan kom je dan later wel met oplossingen. Maar begin met een probleem. Die WordPress site, die kun je dan gewoon bij elkaar klikken. En dan is het heel belangrijk dat je Google Analytics toevoegt. Waarom is dat belangrijk? Je moet weten wie die op die website komt. En je moet weten hoeveel seconden die erop blijft en welke pagina die je gaat bezoeken. Dat doe je met Google Analytics. Gewoon een plugin. Hartstikke makkelijk, kost ook helemaal niks. Dan moet je ook nog SEO hebben. SEO, dat is Search Engine Optimaliseren, dat je in Google gevonden wordt. En daar heeft een Nederlander, Joost, heeft daar ook een plugin voor gemaakt. En als je die zeg maar downloadt, dan gaat hij je hele website opzoeken. Je moet wat antwoord geven en die maakt hem helemaal goed doorzoekbaar voor Google, zodat je zo hoog mogelijk komt als jij zegt yoga in Den Haag, dan kom je bovenaan dankzij dat search engine optimaliseren. Je moet ook de AVG-plugin allemaal even doen, want je moet even netjes omgaan met die persoonsinformatie. Daar zorgt dat ook allemaal voor. Je kunt het gratis doen of je kunt het gewoon betaald doen en er kan een heleboel dienstverlening mee komen.
Dus dat is één basis. En dan, er zijn honderden manieren om een website te maken, maar dit is dan toevallig 42% van alle websites in de wereld, dus dat is wel belangrijk om die naam te weten. Je kunt overal ZZP'ers vinden die dat even voor jou in elkaar kunnen klikken, die het mooi kunnen maken, die het kunnen uitbreiden, kan overal gehost worden, dus dat is best wel makkelijk om daarmee te werken. Het is ook een sympathiek bedrijf. Aan de andere kant, als jij een productbedrijf bent en je bent helemaal bezig met producten en fotootjes en verkopen en landingpages en te zorgen dat het verkeer wat er komt zo snel mogelijk iets koopt, dan kun je ook naar Shopify gaan. Die heeft gewoon een compleet geïntegreerd iets met een webshop en een website en een nieuwsbrief en landingpages en internationale diensten. En daar betaal je dan tussen de 30 en 300 euro per maand afhankelijk van of je 10 verschillende shops hebt, of dat je er eentje hebt. Maar het begint ergens gewoon bij die 30 euro in de buurt. En dan heb je vanuit een andere kant. Maar dan ben je heel erg gericht op het product, op producten verkopen. Goed. En dan kun je die nog hosten. En ja, er zijn ook weer heel veel partijen in. Mijn hosting die doet het gewoon gratis, zeggen ze. Nou, geloof dat nooit als ze zeggen gratis. Dat is nooit waar. Dan moet je echt enorm wantrouwen hebben. Want dat betekent alleen maar dat je 3 maanden gratis krijgt en dat je daarna moet betalen. Maar goed, het kost, zo'n WordPress-site kost 5 euro... SQR die heeft een mooie hostingpartij, die vraagt 5 euro. En als je een complexe website met allerlei features wil hebben, betaal je meteen 20 euro per maand. Maar dan heb je echt ook een geïntegreerd iets. En dat is dus belangrijk. Dat zijn belangrijke keuzes die je daarmee maakt, want dan ga je lang mee verder. En het is altijd een heel gedoe om van de een naar de andere te gaan. Dus denk daarover na en vraag bij je collega's van wat nou eigenlijk prettige plekken zijn. En als je gewoon iemand handjes hebt, we gaan straks over handjes, waar vind je nou handjes? Dan dat is ook wel belangrijk dat hij een goede ervaring daarmee heeft. Vincent, vraag daarover. Ik ben ZZP'er, ik zit nu te kijken. Ik krijg van jou eigenlijk een boodschappenlijstje mee. Maar begin je met het boodschappenlijstje en je koopt het eerste, ik noem maar wat, een domeinnaam en dan het tweede. Of ga je eerst even een plan maken? Ga je even dingen wat opschrijven? Moet je daar even nog over consequenties nadenken, risico's, kosten? Of zeg je gewoon, ga gewoon aan de slag en je ziet vanzelf wel waar het schip strandt? Ja, wij hebben in Nederland altijd de neiging om een ontzettend plan te maken. En dan krijg je daarna een prachtig plan met een heleboel dingen. Dat kun je doen. Ik vind het altijd leuk om vanuit twee kanten te werken. Dus als het op een gegeven moment te complex wordt en dat je de bomen het bos niet meer ziet, dan kun je dat doen. Kun je gewoon een keurig plan maken. Daar heb je vaak wel een beetje hulp van nodig. Ja. Dus dat is mooi. En dan analyse en risico's en dat soort dingen. Prachtig. We hebben in Nederland vaak het neiging om een plan te maken. Het duurt heel lang om een plan te maken. Ja. En dan wachten we te lang. En dan is ook, als je dan aan het gang gaat, dan blijkt dat plan veel te complex voor je is. Ja. Dus ik vind het ook vanuit twee kanten vind ik het heel handig. Je praat over van, joh, wat moet nou mijn doel zijn, hè, over 3 maanden, 1 jaar en 2 jaar. En dan zet je daar niet al te veel plannen. Maar je gaat vandaag ook aan de gang. Want een van de allerbelangrijkste dingen is inderdaad een domeinnaam. Mm. Mijn god, domein. Ja. Ga ik zo meteen nog even over verder praten. Maar het is onvoorstelbaar belangrijk om een goede domeinnaam te hebben. Maar dus ik zou een beetje zeggen, grote bedrijven moeten plannen, want die moeten alle stukken van het bedrijf weer synchroniseren rondom één gedachte. Hoe kleiner je bent, hoe eerder je aan de gang moet gaan. En als je dan iets hebt, dan gooi je het weer weg, dan begin je weer overnieuw. Je kunt daar, als je klein bent, dan ben je flexibel, dan kun je gewoon iets doen en daarna gewoon weer iets weggooien en overnieuw beginnen. Dat is echt heel belangrijk. Maar je hebt wel gelijk, die twee kanten. Ik ben inderdaad als persoon meer altijd van het doen. Ik ga graag aan het werk en daarna als het niet werkt, dan draai ik. Terwijl grote bedrijven die zijn meer, die gaan gewoon van, nou, we gaan een nieuwe website beginnen en die moet ongeveer over 1,5 jaar moet die klaar zijn. Ja. Nou ja, oké, dat is kan. En, dan heb je ook en daarom heb je ook dan, voor grote bedrijven heb je ook een agencies nodig die ook groot zijn, die met veel verschillende mensen kunnen praten. En wat jij nodig hebt als klein bedrijf, is iemand die begrijpt wie jij bent, die begrijpt wat jouw problemen zijn, die begrijpt wat de problemen van jouw klanten zijn. Die ook kan vragen aan jou, kan doorvragen wat je nou eigenlijk wil. Want jij staat er vaak van, wat moet ik hiermee? En die ook een beetje een beeld kan schetsen hoe we nou over 1 of 2 jaar moeten zijn. Dus die samenwerking is heel belangrijk. Vragen wat je wil. En laat het ook voor de kijkers thuis ook de mogelijkheid bieden om via de chat ook die vragen te stellen. Nu, Vincent staat als het ware in je huiskamer. Dus stel Vincent ook gewoon de vragen. Lijkt me heel goed. Dan even het belangrijkste, ik kan niet hard genoeg, vaak genoeg zeggen, bestaande klanten, dames en heren. Bestaande klanten, daar moet je, de meeste mensen zijn dol op nieuwe klanten. Die zijn spannend en exciting en nieuw en dat geeft opportunity. Maar je moet gewoon 60-70% van je tijd aan bestaande klanten besteden. Het is 4-5 keer zo makkelijk aan bestaande klanten te verkopen. Dus daar is, dat is eigenlijk, dat moet de focus zijn. Die moet je leren kennen. Die moet je ook segmenteren. Daarom heb je dan zo'n pakketje, dat CRM. En je moet eigenlijk uitvinden,
Wie van jouw klanten zijn jouw grootste ambassadeurs? Bijvoorbeeld bij mij, dat geldt bij jou ook, je hebt een aantal klanten. Hè? Dus ik heb zeg maar een paar honderd klanten. En ik heb ongeveer 10.000 mensen in mijn nieuwsbrief zitten. Daarvan zijn er 25% die lezen alles wat ik doe. En die reageren ook altijd als ik zeg doe dit en dat. En dan reageren, dat is 25%. Dat zijn mijn ambassadeurs. En die vraag ik dan ook, hey, haal eens andere mensen erbij. Ik heb ook 50% die komt heel af en toe eens kijken. En 25% die zie ik eigenlijk nooit of één keer per jaar. En je moet weten wie dat zijn. En die moet je andere informatie geven. Dus sommige mensen stuur ik wekelijks een nieuwsbrief. En sommige mensen stuur ik maandelijks een nieuwsbrief. En sommige doe ik één keer per 3 maanden. Hey, ben je er nog? Ben je nog geïnteresseerd? En daar moet je dus gewoon verschillende soorten strategieën voor hebben. Want uit die mensen die eigenlijk nooit meer reageren, komt zo af en toe komt er opeens iets die dan binnen een jaar je grootste klant wordt. Dat kan echt. Want je moet volhouden. Volhouden met je klanten. Je bestaande klanten. Don't give up on them. Werk ermee. En daar is de belangrijkste kanaal wat je daarmee hebt, is nieuwsbrieven. Dat klinkt misschien heel saai, vergeleken met, hè, met op, om een Snapchat of in Insta te werken. Maar eigenlijk nieuwsbrieven. Het enige wat in bedrijven mensen betrouwbaar doen, is door hun e-mail heen te gaan. Daar worden ze gek van. Dus daarom moet het gewoon een hele leuke... De heading is echt het allerbelangrijkste. Wat doe je om die aandacht te trekken? Dat moet weer een probleem zijn of iets waar ze interesse in hebben. En dan moet je een nieuwsbrief hebben. Nou, wat voor tool gebruik je daarmee? Nou, net zoals bij WordPress is de meest belangrijke nieuwsbrief supplier. Wat denk je? MailChimp. MailChimp. MailChimp is number one. Dat is eigenlijk gewoon waar iedereen over praat. En dan zeggen ze ook hier, zie je dan die van die advertenties. Wij zijn de Nederlandse MailChimp alternatief. Zo positioneren mensen zich. Maar MailChimp is echt maar de big guy waar een heleboel mensen aan werken. En wat leuke is dat alles wat ik net zei, dat je klanten kun je dan op een gegeven moment in segmenten opdelen. Je geeft ze een paar keer een nieuwsbrief. En dan blijkt dat deze groep altijd deze nieuwsbrief opent. Nou, die kun je dan op een gegeven moment een apart naampje geven, mijn ambassadeurs. En die kun je dan elke week een mailtje sturen. En dan kun je dan op vanuit gaan dat ze wel een beetje weten wie je bent. Die anderen die af en toe iets openen, die moet je af en toe eens een mailtje, een brief sturen. 1 keer per maand of 1 keer per 3 maanden. Maar dan moet je vanuit gaan dat ze gewoon geen idee hebben wie je meer bent. Nou, dat soort segmenteren, dat kun je met MailChimp heel erg mooi doen. Maar dat kost geld. Nou, tot 2000 klanten niet. Dus wat dat betreft, voor het grootste gedeelte is het gratis. Maar boven kost het geld. Maar er is ook een hele leuke andere en die heet Revue. En Revue is een nieuwsbriefbouwer die ongelooflijk makkelijk echt lekker alles in elkaar klikt. Een genot. MailChimp is best wel, nou, dat werkt een beetje zoals Word. Maar GetRevue is een genot om lekker aan elkaar te klikken. En is een Nederlands bedrijf. En wat is nou het grootste compliment wat Revue heeft gekregen? Ze zijn gekocht door Twitter. Dus ze worden nu internationaal uitgerold. Dus een Nederlands bedrijf is door Twitter gekocht als een nieuwsbrieflezer. Want je kunt heel makkelijk allemaal social media posts kun je er gewoon in draggen en droppen. En dat werkt echt geweldig. En dat probeert MailChimp nu ook weer te, zeg maar eens te, ook te kopiëren. Dat doen überhaupt alle grote techfabrikanten. Als iemand iets leuks verzint, dan gaan ze het allemaal gewoon kopiëren van elkaar. Maar dat zijn twee voorbeelden. Je hebt er nog een heleboel andere. Maar zorg dat je een nieuwsbrief hebt met 1 subscription, maakt me niet uit, daarna 10, daarna 50, daarna 100. En je wil een percentage hebben van je klanten. Dat moet je gewoon, en dat moet je ook aan iedereen delen met elkaar. Je vragen. En iemand die dan enthousiast over je is, die gaat dan weer 2 of 3 andere mensen bijhalen. Nieuwsbrief. Heel belangrijk. En dan zie je, dat is gratis tot 2000. En daarna is het ook weer tientjes werk. Dus het kost ook niet echt zo ontzettend veel geld. Ik zie een vraag binnenkomen, Vincent. Mijn klant is niet digitaal. En nu? Ja, dat zeggen ze ook inderdaad. Je klant is niet digitaal. Nou, als je klant niet digitaal is, want er zijn inderdaad nog prima 75-jarigen die gewoon echt, ik weet trouwens geen enkel 75-jarige die ook geen enkele kinderen meer heeft. Het is bijna gewoon, vroeger hoorde ik dat altijd, maar als het een goede klant is, zorg dat je hem digitaal maakt. Hè. Dus besteed er wat aandacht aan, dat je een beetje kijkt van wat bijna nooit iemand is niet digitaal. Ze gebruiken allemaal WhatsApp. He, dus je kunt straks, gaan we even praten over WhatsApp voor Business. Super laagdrempelig. Maar in ieder geval, en via WhatsApp kun je hem dan weer op je website krijgen. Dus ik bijna niet meer te geloven dat er gewoon geen klanten zijn die digitaal zijn. Maar het kan best wel zijn. Maar als dat zo is, dan is dat 1 klant. Dan moet je dan goed verzorgen. Misschien moet je hem nog wel bellen. Maar je moet hem zeker... wie heeft er nou geen e-mail? Wie heeft er nou geen WhatsApp? Ik vind het een prachtig verschijnsel, een niet-digitale klant. Maar dan moet je er zelf achter in ieder geval nog veel beter georganiseerd zijn om dan die mens te benaderen met een fysiek contact en zeg maar de telefoon.
Maar ik vind het wel heel mooi. Dat zegt van, ik zou graag willen weten wat voor business deze persoon is. Dus als je dan nog even kunt intypen, wat voor business is het en waarom is die klant niet digitaal? Heeft hij geen e-mail, heeft hij geen computer, heeft hij geen smartphone, heeft hij geen WhatsApp? Dan wil ik graag kennis met hem maken. Lijkt me heel bijzonder. Oké, dan even over de webshops. Als jij gewoon een product bent, dan is het handig om gewoon een aantal van die producten in die shop te zetten. En hier zijn een lijstje van een aantal shops die belangrijk. Wix is, wordt heel erg gewaardeerd. En Foursquare is web.com. Maar de grote jongen op dit gebied is eigenlijk Shopify. Als je een professionele webshop wil hebben, is Shopify een hele goeie. En daar zit dan ook echt alles in. De betalingen worden ingeregeld. De nieuwsbrief zit daar ook in. De website zelf zit erin. Dus Shopify is een beetje een verhaal apart. En wat moet er nou in zitten? Het probleem van de klant. Het gaat allemaal uit van het probleem van de klant. En dat leidt tot oplossingen, dat leidt tot producten, payments, products. En je moet bij twee dingen hebben. Eén, moeten mensen weten wat moet ik kopen. En ten tweede moeten ze zeggen, kan ik deze persoon vertrouwen? Dus daar is reviews heel belangrijk. Dat mensen gewoon, echte mensen, die echt gewoon met naam, en niet alleen maar dat John zegt dat je geweldig bent, maar die reviews die zijn zo belangrijk. En tegenwoordig kun je ook heel vaak foute reviews. Die kun je al gewoon erachter komen. Daar komen allemaal steeds meer tooltjes voor. En wat heel belangrijk is, als je daar een beetje beter mee bent, dan als je een webshop hebt, je moet zorgen dat die webshop werkt op Insta. Dat die werkt in de Facebookgroep. In de Facebookpagina. Dat kun je nu gewoon zorgen dat, als je bijvoorbeeld inderdaad Shopify hebt, dan kun je zeggen met drie knoppen zit hij op Facebook. En dan kunnen mensen vanuit hun social media experience, waar ze ongelooflijk veel tijd rondhangen, kunnen ze dan meteen daar ook bij komen. Dus dat is een integratie. Doe je, zit hij op Facebook, dat ik binnen Facebook een button heb voor mijn webshop? Nee, er is gewoon een webshop. Er is gewoon een webshop en je kunt die communiceren. En dan heb je gewoon een complete winkel binnen Facebook met allemaal dezelfde look en feel. Dus ik blijf binnen het platform Facebook. Blijf totaal binnen het platform. Maar ik heb wel die webshop er. Maar je hebt die webshop en die wordt dan meteen gevoed door jou. Webshop, dus dat is een geïntegreerde versie eigenlijk. Want mensen komen niet naar jou tenzij ze je ambassadeurs zijn. De bestaande klanten komen wel naar jou, maar de nieuwe klanten die blijven, die spenderen hun tijd op social media heel erg veel. En ze spenderen hun tijd op Google om uit te vinden wat voor problemen ze hebben of wat voor interesse ze hebben. Dus dat is een hele belangrijke. Kost ook helemaal niet zoveel. En om dat gewoon goed te integreren, de webshop, de nieuwsbrief en de website, dat is jouw digital, dat is jouw basis digital print. En dat vul je dan aan met social media. Maar jij moet iets hebben dat mensen naar jou toe komen. Want als op een gegeven moment Google zijn algoritme verandert en al je bestaande klanten komen niet meer naar jou toe, dan ben je gewoon stak. Je moet een eigen klein eilandje hebben op dat grote internet waar jij je klanten ontvangt. Goed. Dan, hoe krijg je aandacht van die klant? We hadden het al over het probleem van de klant. Wat is nou het probleem van de klant? En als hij problemen heeft en issues heeft en ook interesses heeft, dan moet je daarop inspringen. Nou, wat doe je dan? Ik heb een mooi product. Who cares? Nobody cares about your products. Ik wil dat je laat zien wat mijn probleem is. Dus wat is nut voor je klanten? Nou, daar kun je lekkere blogs over schrijven. Je kunt lijstjes maken. De beste 10 oplossingen voor dit. Je kunt interviews van je klanten doen. Als je iets verder gaat en je zit bijvoorbeeld in de service-industrie, dan maak je gewoon een e-book. Een e-book kan gewoon 20 pagina's zijn. En een handig boekje als PDF wat je dan gratis beschikbaar kunt maken nadat ze je het e-mailadres hebben gegeven. Want je moet gewoon op jacht naar de e-mailadressen. E-mailadressen zijn de manier waarop jij gegarandeerd naar je klant kan gaan. Want ja, je kunt wel 20.000 followers hebben op hier of daar. Maar als Twitter je niet meer de moeite waard vindt of LinkedIn of Facebook, dan kom jij er gewoon ook niet bij jouw bestaande klanten. Met e-mail wel. Dus e-mail, ik kan het niet ver genoeg zeggen, verzamelen die hap. Dan een webinar, ook hartstikke leuk. Je kunt een webinar tegenwoordig gewoon met Zoom of Teams of Hangout kun je gewoon zeggen, hé, we gaan gewoon eens even met elkaar praten. Je hebt er een beetje een goede camera. Het belangrijkste, wat vind jij het belangrijkste met video? Wat is nou het belangrijkste met video? Ja, we zitten hier nu in een prachtige studio met geweldige kwaliteit, met licht en prachtige camera's en de regie en dat soort dingen. Wat is het allerbelangrijkste als je überhaupt iets doet met video? Buiten dat mijn haar goed zit. Nee, je haar is totaal oninteressant. Dit geluid, een microfoon. Als het geluid zakt, is al het andere niet belangrijk. Ja. Dus geluid is alles. Dus beeld maakt niet uit zolang het geluid maar goed doet. Het beeld mag shaken,
Maar hoeft helemaal niet. Maar als je gewoon al een mobiele telefoon hebt, daar zitten camera's in. Die zijn bijna net zo goed als wij nu in deze studio hebben, die echt duizenden euro's kosten. Maar een goede, met een mooie smartphone, die heeft echt al gewoon een fantastische camera. En die is ook redelijk lichtgevoelig. Maar geluid. Geluid is het belangrijkste. Dus zo'n dingetje, je kunt dat gewoon überhaupt, dat gaan we straks ook even zeggen, nog een keer herhalen. Bij Zoom en Teams en dat soort dingen. Een goede microfoon. En je kunt een microfoon, dat kan dus gewoon een heel simpel dingetje zijn. Als dit. Dit is al gewoon zo'n dingetje wat je bij elke keer... Een headsetje. Headsetje. Ja. Dat is al gewoon veel beter dan niks. En daarnaast heb je dan, deze is dan het allerduurste. Dat is dan, duurste, dus 100 euro. Ja, dan vast als een Oscar. Zo mijn Oscar. Zo. En dit is een rode, die kost dan, dit is 100. Maar dat, dan heb je zo'n lekkere, mooie, zachte stem. Die echt binnenkomt bij mensen. Maar je kunt al voor 5 euro op AliExpress kun je gewoon een USB-microfoontje kopen die je een beetje voor je zet. Dan heb je goed geluid. Goed geluid is echt het belangrijkste met video's, dames en heren. En video's hoeft ook helemaal niet zo'n goede kwaliteit te zijn. Ik merkte gewoon wel, ik heb wel eens van die prachtige mooie webinars gedaan. En daar hebben we heel veel aandacht aan besteed, duizenden euro's aan besteed. En dan krijg je een paar honderd views. En ik maak met mijn telefoon gewoon eventjes een klein videootje. Ja. Ik vertel duidelijk wat ik zie. En bijvoorbeeld met dat videootje met dat elektrisch vliegen. En hup, bam, dan kun je zo dat het dan 50.000 views hebben. Omdat mensen dat interessant vinden. Maar tijdens dat videootje heb je dan deze mooie Rode microfoon in je handen? Of heb je iets anders daarvoor om dat geluid goed te waarborgen? Of ga je dan uit van de speaker van je telefoon? Nou kijk, het belangrijkste als je dit ding gebruikt om een videootje te maken. Het belangrijkste is, je moet niet hier staan. Maar je moet hier staan. Dus als ik iemand interview, dan ga ik gewoon echt zo... Hey, vertel eens van, wat is belangrijk voor jou? Dus je mag niet geluid, meer, geluid is je belangrijk. Je mag niet meer dan 10 centimeter, 10, 15 centimeter. En je moet ook onaangenaam dicht bij die andere persoon in deze gezicht zijn. Dat is sowieso iets voor post-corona, onaangenaam dichtbij? Onaangenaam dichtbij, ja. Want hoe ging je daarmee eigenlijk in de filmpjes? Nou, daarnaast heb ik gewoon een draadloze microfoon die ik op een telefoon kan aansluiten. Hè? Okay. Dus je hebt natuurlijk ook zo'n Bluetooth oortje. Iedereen heeft tegenwoordig een Bluetooth oortje. En dat heb je ook met microfoontjes. En dan kan ik gewoon, of zo'n staaf. Okay. En dan heb ik gewoon super geluid. Het kost 100 euro, zo'n investering. En dan kun je gewoon op corona manieren kun je mensen gewoon interviewen. Maar het belangrijkste met video is geluid. En video's, dat kunnen dus echt mijn... En daar kun je zoveel van iedereen van leren. Want ik heb nu duizenden video's gemaakt. En ik had weer zo'n leuk videootje gemaakt van lekker vliegen met dat elektrisch vliegen. En mijn dochter van 12 zei, papa, you are so boring. You are so boring. Hoe kan je nou een filmpje maken langer dan 1 minuut? En ze heeft dat filmpje gewoon geslashed. En ze heeft van die 10 minuten 1 minuut gemaakt. Een paar ondertitelingen eronder. En dat op Insta gewoon gepost. En toen had ik opeens gewoon 10 keer zoveel video's op Insta als op YouTube. Dus ja... Ik leer ook nog gewoon elke dag door te luisteren naar mensen die een beetje daarmee opgevoed zijn. Want dat is echt gewoon. Maar video's maken, een heleboel mensen denken van dat kan niet, dat kan prima. Ik zie overigens een van onze kijkers die geeft aan, als we het dan over geluid hebben. Je bent erg bewegelijk en dat dit een microfoontje af en toe tegen je revers schuurt en af en toe een ruis meegeeft. Sorry. Dus laten we daar vooral op leggen. Ga door. Ja, hey, helemaal waar. Dus dat is ook inderdaad, je moet vragen aan de mensen om je heen. En dat gaat over het volgende. Reviews van klanten. Reviews van klanten, kritische reviews met een goede reactie zijn net zo belangrijk als deze man of vrouw doet fantastische dingen, alles is altijd geweldig. Er moet altijd iets misgaan, dus dat is inderdaad belangrijk. Dus dat soort dingen, dat zet je online en dat zet je natuurlijk eerst op je website, maar je zorgt ook dat je alles meteen doorplaatst. Dat is ook zo makkelijk met WordPress. Je zet iets op WordPress en dan wordt het meteen op Twitter, op LinkedIn en op Insta en op Snap gezet. Dus je zorgt meteen dat het ook op sociale media terechtkomt. En dan maar er wel zorgen dat die link waar ze dan op kunnen klikken weer terugkomt naar jouw website. Dus earned media, nadenken over de problemen van de klant, er iets leuks mee doen en daarvoor dingen maken. We hebben website, we hebben het over geluid, we hebben het over camera. Stel, ik ben zzp'er, ik zit thuis, ik heb dit genoteerd, dan ga ik aan de slag, heb ik gekocht. Wat ga ik dan doen? Wat is mijn volgende stap? Nou, je hebt dingen niet gekocht, je moet dingen maken, want je gaat online. Je hebt een website gemaakt. Ja. Je hebt een website gemaakt en je hebt daar leuke content. Je bent voor je bestaande klanten ben je goed bezig geweest. Ja. Nou, dan zeg je, het draait. Iemand komt bij mij, leuke informatie, hij klikt, hij komt op mijn webshop en hij koopt dingen. Nou, en mijn bestaande klanten, daar heb ik het allemaal mee getest, want die zijn de meest enthousiast. Nu wil ik gewoon een factor 10. Nou, dan is het ook handig om gekochte media te kopen. En er zijn 2 soorten gekochte media, want je wil gewoon verkeer hebben.
En je moet echt, je moet ontzettend opletten op, ja, verklote woord, maar statistieken. Hoeveel mensen komen op je website? Hoeveel gaan ze daarna meteen weer weg? Dat zijn dan, je hebt, als je een begin hebt, dan heb je 90% van de klanten, die is meteen weer weg. Dan bekijk het maar. En dan ga je proberen totdat dat 70% zeg maar weggaat en 30% blijft. En dat die dan doorklikken. En dat op een gegeven moment mensen gaan klikken op een product en dat ze ook iets kopen. Nou, dat is echt, dan moet je, dan ben je maanden mee bezig om dat een beetje uit te vogelen hoe dat nou werkt. Als het goed werkt, dan pas ga je gewoon dingen kopen. Dan kun je bij Facebook bijvoorbeeld iets kopen of bij Google. Nou, eerst even beginnen met Google. Waarom is Google zo leuk? Als je bij Google koopt, dan koop je klanten die bezig zijn met de oplossing van een probleem. Die zeggen van, ik wil deze dienst, ik wil dit product, ik zoek een review van dit, ik zoek een review van dat. Dat zijn mensen die gericht bezig zijn met een probleem en die kun je dus, kopen. Vooral als ze klikken eigenlijk. Als ze klikken, niet kijken naar de advertenties gratis, maar klikken op de advertentie, dan betaal je iets. En die prijzen die kunnen wel behoorlijk hoog zijn. Als jij bijvoorbeeld zegt autoverzekeringen, moet je maar voor de grap doen. Autoverzekeringen, krijg je allemaal advertenties. Als je iemand daarop klikt, als jij erop klikt nu, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij een tientje. Soms wel eens 20, soms wel eens 50 euro. Alleen maar omdat jij iets hebt ingeklikt, je ziet de eerste advertentie, je klikt erop en dan moet iemand 50 euro betalen. Dus Google, die lacht zich helemaal te barsten. Die verdient zoveel geld. En bij maar dan is het belangrijk om de woorden te vinden die jouw klanten met hun probleemoplossing bezig zijn. Als jij op een gegeven moment zegt, nou, ik ben met sustainable huizen bezig, met warmtepomp. Nou, als je warmtepomp intypt, dan betaal je de hoofdprijs. Want er zijn een heleboel mensen die competen met dat gebeuren. Maar als jij bijvoorbeeld zegt van besparen verwarming, en dan kun je kijken hoe duur dat woord is. En als mensen daarop klikken. En het ene woord is een euro, het andere woord is een 10 cent. 50 cent is eigenlijk ongeveer het minimum. Maar dan kun je bij Google kun je erin spelen. Wat zijn de woorden die mensen intypen om hun probleem op te lossen? Vincent, op basis van jouw ervaring, wat zijn de woorden die jij het meest gebruikt in jouw queries? Ja, ik heb spannende presentatie, zeg maar saaie presentaties. Die heb ik ook gekocht, want er zijn heel veel mensen die ontzettend klagen over saaie presentaties. Als het bijkomt van, hey, geen saaie presentatie, want dat kun je dan ook gewoon zo doen. Ja. Dus ik heb daar, en wat ik ook gedaan heb, ik heb honderden dingen geprobeerd. En daar, wat is het gekste wat je hebt geprobeerd? Het gekste wat je hebt geprobeerd met het grootste succes? Het gekste wat ik ooit geprobeerd heb. Nou, even kijken. Het gekste wat ik ooit geprobeerd heb, is dat ik zeg van, ik haat presentaties. Dus ja. dat was echt een enorm succes. Dat kon ik toen kopen. Ik haat presentaties. Dan kon ik ook over 2 kwartjes. En 3 maanden daarna was het zeg maar 6 euro. Want toen hadden anderen het ontdekt. Dat werkt. Dat het een hele goeie was. Dus gewoon het omgekeerde kun je gewoon heel graag doen. Iets wat alleen maar zijdelings ermee te maken heeft. Dat is gewoon echt. Dus ben je omdenken van je propositie. Je zit natuurlijk een heel. Als je een business case hebt, dan wil je positief zijn. Maar eigenlijk wat jij zegt. Vooral ga eens even anders denken. Echte mensen die hebben echte problemen en die balen. Die vinden het kloten. Die vinden het vervelend. Dit werkt niet. Dit is allemaal gewoon. En dan ga dan niet doen alsof alles fantastisch is. Want je hebt ook zo'n hekel aan dat plastic met allemaal alleen maar blije mensen. Nee, je moet gewoon echt mensen hebben die balen en dat je daarna hun probleem hebt opgelost. Nou, dus dat is zeg maar iets aardig. En dan even het leuke, Google was dus altijd de grote plek om verkeer te kopen. Want meer dan 50% van het verkeer kwam meestal van Google af. Maar tegenwoordig is Facebook veel belangrijker. En waarom is Facebook veel belangrijker? Jij kunt zeggen, ik wil alleen maar mensen hebben die bezig zijn in Den Haag, rondom het Centraal Station, in een range van 2 kilometer. Dan kun je daar die mensen vinden in zo'n hele kleine regio. Alleen maar vrouwen. Alleen maar vrouwen met die en die leeftijd. Alleen maar vrouwen met die en die interesse. Je kunt ongelooflijk segmenteren. En Facebook en Insta, dat is allemaal precies hetzelfde, die zijn daar geweldig in. Ze weten alles over je. Ze weten doordat jij gewoon op dat internet rondhuppelt. Facebook gaat daar overal achterna. Die kijkt waar je op klikt, waar je een duimpje omhoog doet, duimpje omlaag doet. Wat jij leuk vindt, wat je niet leuk vindt. En ook als jij nooit iets aanklikt, dan volgen ze jou gewoon op het internet. En dan weten ze daardoor ook wat jij interessant vindt. Dus wat dat betreft, Facebook is gewoon heel erg machtig en dat is eng. Maar ze zijn fantastisch om gewoon advertenties bij te kopen. Als jij met business bezig bent, is LinkedIn ook heel erg goed. Die zijn duur.
Maar dat zijn dan allemaal business klanten. Dus als je business in de service van de business zit, is dat ook een hele goeie. En je moet dan nadenken over een funnel. Hoe komt een klant met een probleem bij mij terecht en wat vindt hij dan leuk om te horen? Wil hij dan meteen een oplossing hebben of wil hij eigenlijk iemand hebben die ontzettend loopt te klagen over het probleem? En pas daarna dat hij dan vertrouwen krijgt dat jij dat kunt oplossen. Nou, dat heet een funnel. En je doet ook marketingautomatisering. Als je bijvoorbeeld dat e-mailadres hebt, dan heb jij verder niet al te veel tijd meer. Je hebt heel veel moeite gedaan voor dat e-mailadres. Nou, hup, hij zit op een nieuwsbrief. Maar wat je dan kunt doen, is dat je dan zegt een dag later, hé, wat leuk dat wij nu een relatie hebben. Ik zal even denken, dit is misschien interessant voor je. Een week later, komt volledig automatisch, heb je dat toevallig gezien. Dat kun je namelijk checken of iemand het geopend heeft of niet. Ik zag dat je dat niet geopend hebt, hier is het nog een keer. Maar misschien is dit en dit interessanter voor jou. En dan kun je 3 weken later weer iets doen. Je kunt dus automatiseren hoe het contact is met die klant. En dan moet je geen cheesy, stomme, direct op sales georiënteerde e-mailtjes sturen. Nee, je moet proberen het uit te vinden. Wie ben jij? Wat vind jij? Wat is jouw probleem? Kan ik jou tot interactie verleiden? Nou, dus dat is zeg maar dingen. En daar hoort die webmarketing bij. Überhaupt, mag ik even over webmarketing nog even zeggen? Ik heb het pas 5 keer gezegd. Ik wil nog even 6e keer. Een URL. Een plek op het internet. Hoeft niet kort te zijn. Mag echt gewoon een hele zin zijn. Is helemaal geen probleem, want Google, als jij dan iemand iets intypt. Bijvoorbeeld, ik had iemand gisteren aan de lijn, echt gisteren, die had meerdaagse sloeptochten. En dan denk je, wat de hel, wat is dat? Meerdaagse, dat kan toch nooit iemand onthouden? Maar als je nu intypt sloepen, dagtochten, dan kom je bij hem terecht. En dat is na 1,5 maand. En dus die lange URL's, die worden door Google uitermate goed ontvangen. En daar kun je heel veel mee lol mee hebben. Dus daar kun je, die dingen die kosten maar een paar euro. Dus je kunt ook gewoon 10 of 20 URL's doen en kijken wat wel werkt, wat niet werkt. Tegenwoordig is 60% van het verkeer komt vaak via Facebook en Insta, 30% via Google en 10% vanuit allerlei andere kanten. Nou, Facebook kun je targeten. En wat je daar eigenlijk doet, is dat je een leuke post over een klant, over een review, over een product, over een gadget, die kun je daar neerzetten en die ga je dan gewoon promoten. En dan gooi je daar 30 euro tegenaan en dan kijk je eens even wat er gebeurt. En die 30 euro of 50 euro, die zorgen ervoor dat duizenden mensen die advertentie zien, dat 50 tot 100 mensen op je website komen en dat 3 of 4 klanten eigenlijk gewoon doorklikken naar iets wat interessant is. Nou, dan betaal je dus inderdaad een 5 euro voor een klant of 10 euro voor een klant die echt contact met je opneemt. Dat moet je wel bewijzen, moet je wel zeg maar betalen. Ik heb nog een aardige, is Google My Business registreren. Iedereen moet even in Google mijn business, My Business registreren. En dan, als jij dan je naam van je bedrijf intypt, dan zie je rechts, zie je een fotootje van je bedrijf en waar je zit en een beetje omschrijving en de reviews ervan. Dat kost niks. Moet iedereen even gewoon doen. Echt hartstikke belangrijk. Oké, ik zie dat we nog 10 minuten hebben. We kunnen uitlopen. Veel informatie, veel te zeggen. Ik praat een beetje langs. We gaan er iets gas bij doen. Blijf vooral rustig bewegen, zodat het microfoon goed blijft zitten. Een review van onze kijker. Ja. Maar ga gerust door. En we kunnen wat uitlopen. Gaat het een beetje goed met het geluid? Of zit ik gewoon de hele tijd tegen die microfoon aan te scheuren? Dat is even fijn dat je me daar even van vertelt. Oké. Goed. Tweede, we hebben een digital footprint. Dan moeten we natuurlijk even die aansluiting hebben. Dat is gewoon echt belangrijk. Nou, glasvezel. Als je dat kunt krijgen, heerlijk. Dat is echt wat dat betreft. Ik moet zeggen, ik zit hier bij T-Mobile. Maar T-Mobile die had echt het allerbeste netwerk wat ik het makkelijkst vanuit Europa kon krijgen in Amerika. Onbeperkt. En dat hebben ze ook als eerste hier gedaan. Dus T-Mobile is heel goed geweest om onbeperkt internet voor weinig te geven. Dat vind ik heel erg goed. Maar ze hebben ook heel goed glasvezelnetwerk. Als je dat kunt krijgen, glasvezel is het beste. Een paar tientjes. Wat ik dan wel belangrijk, als jij een shop hebt en jij bent heel erg afhankelijk van het internet, dan vind ik het ook nog wel aardig om een backup te hebben. Want soms heb je zomaar dat het 10 seconden niet werkt. Dat gebeurt wel eens. En ik heb dan, soms wel een minuut. Dus ik heb nu zo'n routertje. Dit is een wifi router. Daar stop je zo'n simmetje in en dan heb je 5G. En dan heb je ook gewoon, daar kun je ook 5 of 10 pc's kun je daarop aansluiten. En dat gaat snel genoeg. Met een 5G sim is tegenwoordig zo waanzinnig snel. Dus daar kun je gewoon 100 megabit download mee krijgen. En omdat T-Mobile onbeperkte pakketten heeft, maakt het geen bal uit hoeveel je dit gebruikt. Dus je kunt ook in plaats van glasvezel, kun je nu ook tegenwoordig 4G en het liefste 5G krijgen. Als je dat kunt krijgen, met zo'n doosje erbij. Nou, wat moet je dan nog verder hebben? Nou, je smartphones kun je natuurlijk gewoon kopen.
Hier zie je rechtsboven dat Huawei, dat routertje wat erin is, wat je überhaupt kunt gebruiken als verbinding, maar wat ook een backup kan zijn. En inderdaad, ik wil nog even zeggen van dat ik vond het heel mooi dat T-Mobile de eerste was die onbeperkt internet deed. Dan hebben we nog wat apparaten nodig en dan heb je gewoon 3 keuzes: Apple, Windows of Chromebook. Ja, dat is eigenlijk een beetje een soort familie waar je in komt. Ik ben op een gegeven moment bij Apple terechtgekomen met mijn MacBooks. Die vond ik heel erg prettig. Maar ik zat met mijn telefoon zit ik op Android. En die zijn natuurlijk duur, Apples, maar die doen het altijd. Windows was een tijdje lang verschrikkelijk om te gebruiken, maar is tegenwoordig nu ook weer gebruikersvriendelijk. En ook als je een beetje een Google-fan bent en je zit in de G Suite, dan zijn Chromebooks fantastisch. Die zijn echt gewoon, die kosten het minste. Die kosten 200-300 euro. Heb je mooie laptopjes. En die worden ook nooit langzamer. Die hoef ik nooit te installeren. Je hoeft alleen maar in te loggen en dan kun je meteen ermee werken. Het makkelijkste, daarom zijn ze ook heel populair in het onderwijs, is Chromebook. Maar ook voor bedrijven, als je gewoon een aantal van die dingetjes wil hebben en je wil niet te veel problemen ermee hebben, is Chromebook heel erg handig. Anders, Windows is natuurlijk het meest gebruikte in het bedrijfsleven. En Apple, als je daar, als je daarvan houdt en als je ook het geld ervoor over hebt. Maakt dat nog verschil in je klanten, dat je keuze baseert op wat je klanten het meest gebruiken? Nee, want tegenwoordig echt, je kunt met Apple, Windows, Chromebook kun je allemaal hetzelfde doen. Chromebook kun je niet alles mee doen, bijvoorbeeld video editing, dat kun je niet doen op een Chromebook. Maar eigenlijk alle pakketten werken tegenwoordig op Apple en op Windows. Ja. En Apple is gewoon duurder en is wat gebruiksvriendelijker. Maar Windows is nu tegenwoordig gewoon echt heel erg goed. Als je gewend bent aan Windows, blijf lekker bij Windows als je bij Apple zit. Maar die Chromebook, dat is echt wel een nieuwe om eens een keertje te proberen. Om daar eens 1 of 2 van aan te schaffen. Dan even over het probleem van wat ik het meeste hoor van ondernemers. Dat ze gewoon balen van het draadloze netwerk. Je wil natuurlijk gewoon draadloos zijn. En je wil met je laptop overal heen gaan, je wil even lekker in de tuin gaan zitten, je wil in de vergaderruimte, je moet overal heen gaan. En dan wil je 1 naam hebben voor je netwerk. Alle grote bedrijven hebben gewoon een mesh-netwerk, daar zitten alle base stations zitten aan elkaar vast. En ze hebben 1 naam en dat maakt niet uit, hij gaat altijd naar de sterkste toe. Dat kun je nu tegenwoordig voor small, medium business en MKB's kun je dat ook gewoon hebben. En dan heb je de goedkoopste is TP-Link. Die kun je voor 100 euro voor 3 stuks kun je dan kopen. En die zet je dan eentje zet je neer waar het internet binnenkomt. Eentje zet je op de eerste verdieping, eentje zet je op de tweede verdieping. En die verspreid je een beetje. Je kunt 4, 5 van die dingen. Ze zijn heel makkelijk te installeren. En ze zorgen altijd dat ze verbinding met elkaar houden. Ze geven het internet aan elkaar door en dat heet mesh. Heel erg handig. Dus voor 100 euro heb je er 3. Als je een dure versie wil hebben die ik heb gekocht is Netgear Orbi. Dat is een hele mooie luxe versie. Die is dan veel sneller. Die heeft een prachtige app en dat soort dingen. Maar daar kun je dus verschillende versies van krijgen. Maar de goedkoopste is TP-Link. En dan heb je natuurlijk het netwerk. Ja, je kunt nog wel draadjes gaan trekken. Maar eigenlijk is het draadloze internet zo snel dat je dat nauwelijks meer hoeft te gebruiken. Behalve bijvoorbeeld bij deze studio. Die heeft vast een vaste aansluiting om uit te sluiten. Want dat is heel erg belangrijk. En je hebt tegenwoordig, vroeger had het klein bedrijf had altijd een server, moest je dan installeren in je eigen ding. Nou, dat hoeft door het MKB hoeft dat ook niet meer. Als je met Google Drive heb je een terabyte, OneDrive heb je een terabyte. Die kun je helemaal opbouwen, kun je veiligheid geven. Dat is echt gewoon, je hoeft dat eigenlijk, dat kan prima in de cloud tegenwoordig kan dat werken. Behalve dan inderdaad met hele, ja, voor eigenlijk nog alleen maar met video editing suites kun je dat nog kun je ermee werken. En zorgen dat je een online backup hebt. Dat kost tegenwoordig ook niet veel meer. Dan even nog de vraag. Ga je met Microsoft of ga je met Google in zee? En dat is wel grappig. Microsoft was fantastisch altijd. Die had geweldige applicaties. Je kon Word, je kon de meest geweldige boekwerken met Word maken. Excel is de beste spreadsheet. PowerPoint is de beste presentatie. Nou, Keynote vond ik net zo goed. Maar in ieder geval, die hadden een hele goede applicatie. Maar als je wilde samenwerken, dan was het alleen maar eigenlijk geschikt voor mensen binnen het bedrijf. He, dan had je echt gewoon had je allemaal tools en applicaties voor die. Maar dan moest je altijd lid zijn van de club. En Google was altijd geweldig. Iedereen kon daar gewoon mee werken. Het was gratis. Je kon samen aan een document werken, samen aan een drive werken, samen aan een agenda. Die is eigenlijk de openheid geworden. Nou, die zijn nu naar elkaar toegegroeid. Hoewel de apps van Microsoft over het algemeen nog beter zijn, maar voor mij is tekstverwerking, is Google Docs heel goed. En de samenwerking is een genot. Nou, Google is gratis of 3 tientjes.
Als je bijvoorbeeld je e-mail wil hebben, ik heb vincent@everts.net. Nou, als je dat wil hebben, dan moet je voor 3 tientjes moet je bij Google iets kopen. En Microsoft begint bij €60. Als je dan de originele apps wil hebben, kost €120. En als je alles wil hebben, kost het €180 per jaar. Dus Microsoft is duurder en Google is goedkoper. Maar Microsoft heeft ook een paar prachtige programma's die echt, als je er eenmaal in zit. Iedereen die, zeg maar, die bij MS Office 365 zit, zou ik even willen zeggen. Er zitten heel veel programma's daarin die jullie nog nooit hebben gezien. Bijvoorbeeld Planner. Planner is een hartstikke mooi programma. En dan kun je met 3 drukken op de knop kun je zeggen, ik maak een agendasysteem. En dan kunnen mensen zelf, ik ben tandarts en ik wil dat mensen zelf een afspraak kunnen maken. Jij zegt gewoon, dan en dan ben ik beschikbaar. En dan kunnen mensen zeggen, nou, ik wil gewoon dinsdag van 4 tot 5 een afspraak maken. Dan wil ik dit en dit en dit doen. Jij krijgt nog even ja. Maar dan kunnen zij in jouw agenda een afspraak maken. Dat is Planner. Dat is een prachtig iets. Ze hebben ook to-do's. Geweldig mooi to-do-programma bij Office 365. Waar jij gewoon zegt, nou, ik maak een to-do-lijst voor dit project, een to-do-lijst voor dat project. Ik doe een to-do-lijst samen met mijn klant. Dan kunnen we er samen aan werken. Werkt allemaal heel erg mooi. Met betrekking tot die klantrelatie, wat ik merkte over corona voorgaande start, dat was een zoektocht van mijn klanten van wat gaan we nu gebruiken om met elkaar te videobellen. Dus ik heb alles langs gekomen. Zoom, Webex, MS Teams. Ik heb het idee dat we nu een beetje aangekomen zijn op een punt, in ieder geval dat binnen de klanten die ik bedien, ik zit bijvoorbeeld veel in de overheid, dat zeggen MS Teams. Dat is nu de gekozen tool. Maar dat betekent wel dat als ik proactief een afspraak wil maken met een van mijn klanten, dat ik ook Teams moet hebben. Ja, nee. Jij bent gewoon. Dus er zit wel een afhankelijkheidsrelatie. Jij moet gewoon alles doen wat de klanten doen. Jij moet altijd gewoon je focussen op het probleem van de klant. Ja. En een van de problemen van de klant is dat hij zo moet communiceren. En bij de overheid was het altijd Webex. Ja. En nu is langzamerhand Teams is goed genoeg erbij gekomen. Ja. De rest van de wereld die begon altijd met enerzijds met Zoom. Ja. En kom ik daarbij, zeg maar. Dus die suites die zijn nu ook aan elkaar gekoppeld. Bij Office 365 hoort nu ook gewoon Teams. Ja. En Teams was een stuk barrel. Ja. Was verschrikkelijk. Was echt totaal frustrerend. Je kon gewoon mensen niet goed zien en dingen. Dat is nu allemaal beter geworden. Ze zijn heel snel, hebben ze gewoon alles wat Zoom heeft, heeft nu Microsoft ook gekopieerd. Dus iedereen kopieert heel creatief. Maar eigenlijk samenvattend zeg je helemaal in de categorie die vooral ook nu zit te kijken, hè, ZZP'ers, kleine ondernemers, van joh, zorg dat je in ieder geval de mix aan kan gaan met je klanten. Ga vooral na bij je klanten, waar werken ze mee, wat is het beste. Ja. Dus ga niet op één paard redden. Zeg niet van joh, ik ga nu helemaal. Je kunt gewoon zeggen, wat gebruiken wij intern? Dat is altijd heel handig. Ja. Wat gebruiken we met elkaar? Maar jij als een klant Zoom wil, ga jij zoomen en jij gaat teamen en jij gaat Google Meeten en jij kast je überhaupt. Het probleem van de klant is mijn probleem. De communicatie van mijn klant is mijn communicatie. Wij passen ons aan, wij zijn flexibel en wij zorgen. En zoiets kan je ook gelijk in je nieuwsbrief meenemen, hè? Als ze vragen van joh, wat voor behoefte heb je? Tuurlijk, nee, daarom vragen stellen is gewoon ongelooflijk belangrijk aan de klant. En dat is ook, je hebt ook formulieren in die vorige, zowel met die beide, kun je prachtig een enquêtetje maken. Je hebt Google Forms en je hebt Windows. Ja. En dan kun je een prachtig formuliertje maken met een paar vraagjes en dingetjes. En dan kun je de resultaten weer gaan publiceren. Weet wat je klant doet in gesprekken, maar ook gewoon digitaal. Vincent, ik pak je er even bij de tijd. We zijn secondes aan het tellen, maar ik denk dat we nog even 5 minuten langer doorgaan. Alright, nou dan ga ik nog eventjes zeggen van, wat is hier nou ongelooflijk belangrijk, dames en heren? Geluid, 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 geluid. En koop inderdaad gewoon een fatsoenlijke camera. En als je nou ook nog een beetje leuk wil denken, dit is zeg maar zo'n greenscreen. Daar kun je echt, dat kan bij die meeste programma's, kan dat nou wel zelf, maar dan heb je dat je haar zweeft gewoon in de lucht. En je hebt hier gewoon voor een paar tientjes, 2 tientjes, heb je gewoon een greenscreen. En dat zet je dan op je stoel. En dan hup, zet je op je stoel, bam, en het vouwt ook weer gewoon makkelijk op. En dan kun je alle foto's achteraan publiceren die je maar wil. Dus zo'n greenscreen, dat kun je bij Bol of AliExpress kun je dat gewoon kopen. Maar koop vooral ook gewoon een goede microfoon en oortelefoontjes. Dat is zoveel prettiger met deze business. En ja, je past je een beetje aan. Wij zijn ZZP'ers, wij zijn flexibel, wij gebruiken alles, altijd alles. En een van de belangrijkste dingen die ik met dat samenwerken wil doen, iedereen vindt het altijd doodsaai om er lang in te zitten. Er is niks vervelender dan naar een man te luisteren, een witte man met een kaal hoofd en dan alleen maar te luisteren. Dat is echt vreselijk. Dus dat moet je dus nooit doen. Maar wat moet je dan wel doen? Je moet op een gegeven moment eens je vergaderingen
voor een kwartier een leuk iemand laten praten. Dan in groepjes verdelen. Breakout rooms. Mensen met maximaal 5 mensen en daar mensen met elkaar praten. 5 mensen is leuk. En daarna gewoon mensen bij elkaar komen, even praten wat je nou hebt gevonden. Weer een kwartiertje, weer breakout rooms. En dat kan nu, Teams kan dat nu. En dat kan Zoom als eerste. Dus dat is echt heel belangrijk. Breakout rooms en audio, dat is het belangrijkste om. En dan kan het ook echt weer gewoon leuk worden. Interactie. En dan ook inderdaad met WhatsApp kun je ook prima met 8 mensen bellen. Dus dat gaat ook heel erg goed. En iedereen zou eigenlijk gewoon WhatsApp voor business moeten doen. WhatsApp is toch gewoon het centrum van de wereld in Nederland, zeker. Iedereen zit er gewoon op. En met WhatsApp voor business ben jij niet de enige. Heb je een privé-account en je hebt een business-account. En meerdere mensen kunnen gewoon antwoord geven op de vragen. Dus het is niet meer dat 1 persoon daarop reageert. En WhatsApp voor business is gratis, zou ik echt zeker aanbevelen. En dan, we hadden het al over die webinar, wat we nu ook hebben. Als je op een gegeven moment zover bent, gewoon een klant, een expert en iemand bij elkaar even een gesprek hebben over de problemen van de klant. En dat kun je dus gewoon met Zoom doen en dat kun je doen met Teams, maar dat kun je ook gewoon met StreamYard doen. En StreamYard is dan een tooltje wat ik gebruik. Laatste 2, administratie, ook heel erg online. Er zijn 2 soorten administraties. 1 die nuttig zijn voor de boekhouder en 1 die nuttig is voor de mensen in het bedrijf. En 1 is bijvoorbeeld Exact Online. Dat was een geweldige tool altijd, die altijd de financiële gegevens achteraf nog gaf. Maar wat je eigenlijk nodig hebt, is een administratie die jou helpt. En dan heb je steeds meer handige tooltjes. En het leukste vond ik Moneybird. Dat zijn 4 studenten uit Enschede die een aantal jaren geleden begonnen zijn. En die zijn gewoon begonnen met mobiel om daar heel makkelijk facturen mee te gaan sturen. Het sturen van een factuur in Moneybird is een genot om te doen. Het is echt gewoon hartstikke leuk. Ik heb een presentatie gedaan, klik. En dan is het voor T-Mobile bovenop. En dan die gaat eruit en die wordt ook automatisch gevraagd. Wordt gecheckt of die in de bankrekening of die ook betaald wordt. En dat is echt. En dan zie je ook dagelijks of dat geld binnenkomt, want hij checkt je bankrekening en welke facturen nog openstaan en dicht en je kunt je uren erin managen. En dat kost dan een tientje per maand en een complete administratie €25 per maand. Exact Online probeert dat ook gewoon te doen, maar die kwamen van 2 verschillende dingen. En administratie moet iets leuks zijn voor mensen, die moet informatie geven voor mensen in het bedrijf. Je moet weten, wat zijn mijn beste klanten en waar heb ik het meeste geld mee verdiend? Hoe gaat het met mij in het kwartaal? En dan ga je het 100 keer meer gebruiken dan die oude manier. Goed. Handjes, laatste slide, handjes. Leuk allemaal, ik heb het allemaal gekocht, maar ik heb geen tijd. Of ik vind het allemaal ingewikkeld, ik vind het gewoon gezuur. Wat doe ik er nou mee? Er zijn er heel veel ZZP'ers. Tienduizenden in Nederland, miljoenen over de hele wereld. En die zijn ook leuk om te vinden. Dus je hebt freelance.nl, als je iets wil, zet je op freelance.nl. En dan komen er allemaal mensen komen aanbiedingen doen, zeg maar. En die betaal je dan tussen de 20 en de €100 per uur. Er zit alles tussen, maar dan moet je een beetje kijken wat bij je past. Maar ik vind iedereen zou ik willen aanbevelen om naar Fiverr een keer te kijken. F-I-V-V-E-R-R. En Fiverr, dan kun je zeggen, kun je een WordPress website voor mij maken? En dan krijg je een aantal aanbiedingen. En de ene kost €50, de andere kost €80, de andere kost €100 voor een complete website. Maar ook het managen van je mail, van je nieuwsbrief of je inrichten van je webshop. En dan kun je zeggen, eerst kun je kijken wereldwijd. Dan zeg je, ik wil toch wel binnen Europa. Engeland vind ik wel oké. En Duitsland vind ik wel oké. Dan kun je dat allemaal een beetje gaan segmenteren. En dan gaan de prijzen iets omhoog. Maar je krijgt geweldige mensen. En je kunt ook meteen zien wat ze allemaal gedaan hebben voor anderen. En die reviews erop zien. Dus dat zijn ontzettend leuke plekken om handjes te hebben. Handjes zijn heerlijk. En je moet verschillende handjes hebben voor verschillende dingen. Dus conclusie. Digitaal, smartphone, wat maakt je uniek? Goede URL, basics, social media om je ambassadeurs zover te krijgen. De goede tools uitzoeken en de juiste handjes. Dank jullie wel, dat was het ongeveer. Vincent, duizelingwekkende tour door de mogelijkheden. Dank voor jouw tijd. Ik wil jullie nog even op wijzen dat de link van deze presentatie krijg je ook natuurlijk weer in je mailbox thuisgestuurd. In navolging van de geest van Vincent ga je dat vinden in je mailbox. Deel die ook vooral, deel met je kennissen, vrienden, mensen in je netwerk. Ons platform heeft meer van dit soort evenementen. Kijk vooral ook op www.teammobile.nl/founders/events. We hebben een schat aan informatie met allerlei inzichten. Die wellicht ook voor jou.
jou interessant zijn. Vincent, nogmaals dank voor je komst. Ik heb een aantal van die presentaties gezien. Ongelooflijk leuke webinars hebben jullie. Echt gewoon hele leuke sprekers over de brein, maar inderdaad ook over meer die in de digitale richting gaat. Echt heel leuk dat jullie dit samen doen en dat jullie ook een eigen studio hebben gemaakt. Je neemt dit echt serieus, dat is heel leuk. Dus in navolging van Vincent, inspirerende woorden. Dank je wel voor het kijken en tot de volgende keer.